Hey YouTube vrienden en welkom bij een nieuwe video. Wij waren onderweg naar Urbex locaties en toen kwamen we per toeval echt gewoon dit bedrijf tegen. We weten niet wat hij ingezeten heeft. Dat gaan we nu ontdekken voor jullie. Snel. Oké, mensen, we gaan weg, want er zit daar iemand in. Ik hoorde iemand zingen en praten. Ik weet niet wie daar is, maar... We denken de zwervers misschien, maar... Laten we nog gaan. Laten we geen zwervers opzoeken. Nee. We hoorden allemaal stemmen op die andere locatie. Die verlaten fabriek. We konden niet zelf in de fabriek, maar we zijn maar snel weggegaan. Hier zie je nog een stukje dat er een man stond in een van die ruimtes. 186 richting de Dorpsweg. Kijk daar, daar. Dat rode. Zag je hem? Ja. Oh, ik zag hem. Ik weet niet of we dat goed gefilmd hebben en of we dat konden zien, maar ja, dan zag je dat zo net. We waren net bij een verlaten nachtclub. Alleen daar was alles ook heel goed gesloten. We stonden ergens geparkeerd en toen kwam er een boze man aan van ja, dit is privéterrein, maar het stond nergens. Maar nou ja, daar zijn we ook mee weggegaan. We zijn nu voor een verlaten Chinese restaurant die gesloten is door drugs. Er heeft ook een wietplantage op zolder gezeten, heb ik gezien. Maar helaas hebben ze hier ook alles gesloten en goed afgetimmerd. Dus wij gaan nu naar de volgende locatie. Hier nog wat beelden van de verlaten nachtclub van de buitenkant en van het Chinese restaurant. Waar we wel een klein beetje via de ramen naar binnen konden kijken. Er hangen kamers aan het gebouw, maar of die dan die dingen niet goed, nee, een stream naar ergens anders doen, dat weet ik niet, denk het niet. Gaat die proeven kijken? Het gaat alweer naar beneden. Nou, daar zag ik een klein stukje open, maar... Ja. Dat is echt aan de straatkant en aan de achterkant zijn allemaal wasserettes en wasstraten waar mensen heel veel auto's aan het wassen zijn. Ja, komt dat weer terug. Schot daar gemaakt. Dat is echt heel mooi. Echt heel mooi. Alles weer goed dichtgemaakt.
Kijk, maar zit daar een verzegeling op dat hokje van de politie? Oh ja. Wow, alles staat er nog in. En wederom helaas weer gesloten. Mensen, bedankt voor het kijken. Vergeet vooral niet te abonneren en die blauwe duimpjes omhoog te doen. Dan zeg ik voor nu, ik check jullie. Laters!